Even plaspauze. Ik vind dit tankstation altijd heel leuk. Dat loves. Oh, even plassen. Van kerstensmaak. Ik denk, oh, lekker snoepjes bij dat Loves. Van die kerstensmaak is. Ik heb het geproefd. Het ruikt heel sterk naar kersen, maar er zit totaal geen smaak aan. En dat is toch eigenlijk alles zeggen, terwijl hier in Amerika, van de vele eten, zit geen smaak aan. Dus, maar goed. We zijn weer en route up to San Antonio. Smoke Shack. Dat voor anderen in Valhalla, voor mij in hel. Ze hadden bijna niks vegetarisch, maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Ik vroeg het me wel op die macaroni cheese. Hebben ze niet, alleen met vlees. Dus die gaat door mijn neus, die gaat weg. Maar lekker. Nee, maar ik ga me even laten verrassen. Volgens mij kindermenu, melted cheese. Maar dat komt dan. Nou, we hebben onze nieuwe auto gevonden hier. Te grappig. Dag, heerlijk geslapen in het hotel. Gewoon lekker rustig. En wat zit er in de buurt? Dus, we gaan sowieso nu weer naar Austin toe vandaag. Maar ik wil natuurlijk ook even naar die thrift store. Mega groot, kijk even. Super grappig dit. Kijk, wat zo'n ander materiaal. Wow. In de pocket. We zien steeds dit sign. De Cracker Barrel, dat is een countrywinkel. Ja, weet je, daar moet je toch even naar binnen. Dat is gewoon leuk. Want stel je voor, jij hebt een ranch. Wat zou je dan allemaal kopen? Ja, hier heb je ook een witte. Ja, maar dan niet van de katten, hele glimmende. Kitsch ten top allemaal, maar heerlijk. Wat zie je? Oh my god. Het was wel leuk, want het verhaal van zijn restaurant. Maar dat je gewoon gek wordt van die muziek. Nou, we zijn in Austin, al eerder in het hotel. We zijn nu Congress Street Avenue. In het oude gedeelte. En dan gaan we kijken, superleuk. Een lekker restaurantje. Oh, het ziet er heel tof uit hier. Leuk restaurant. Jones Fine Foods. Ik heb veel boetbons al bezocht, maar nu ben ik echt in heaven. Het is echt niet normaal wat ik hier allemaal tegenkom. Waanzinnige glazen. Deze zijn echt te gek, maar die zijn dus $350.
Oh, en die laserwinkel, nou, ik had daar 10 paar kunnen kopen of zo, maar dan word ik echt bankrupt. Niet normaal, wat gave dingen. Niks gekocht, niks gepast. Beter zo. Nou, nu een morgen, batterijs bij de licht, zie ik, we gaan ontbijten, niet in het hotel, maar bij een leuk tentje, een bageltentje. Zoiets zou ik dan willen, maar die is dan niet te krijgen in een grote cupmaat. Kijk, zo raar. Toch blijven we het raar vinden. Bij Victoria's Secret zijn het heel erg een pleiten voor grote maten. Je ziet het ook. Maar wat is dan verkrijgbaar in grote maten? Ik vind het ook wel een failure eigenlijk. Geen ennuyeux hier in het hele centrum. Maar wel los gegaan bij die 1 dollar winkel. Helemaal geweldig. Nu koffie. En ik zeg dus steeds mijn naam Eddie. Dat is Edith, dat is veel te lastig. En die jongen zo, it's my name. Ik zag het opeens ook op een bordje staan, Eddie. Hij denkt, die neemt zijn zeik of zo. Maar wat grappig. Dus Eddie staat altijd overal op als ik iets bestel. Dit shirt aan, oh my god. So are you traveling? Are you where? Oh, André moest mij echt naar buiten gidsen, want die vrouw bleef mij de hele tijd helpen. Ik kon er gewoon niet meer. Ik wilde kijken, wat zo'n leuke dingen, zulke dingen, leuk. Oh, maar die vrouw werd helemaal gek. Die wilde mij de hele tijd vasthouden en zo en helpen. En ik dacht, nee. Ze zegt, nu ga ik een rek vullen. Dus was voor mij de gelegenheid om die winkel gewoon weg te eruit te gaan. Was dat de auto? My god. Helemaal obsessief, die vrouw. En dan ging ze dit en ik zeg, ja, maar dit is allemaal niet mijn stijl. Maar goed. Ik zag wel hele toffe dingen. Jammer dat ik niet heel rustig kon kijken. En het was ook best wel overpriced, maar wel hele toffe, unieke dingen. Zo zie je dat je ook als verkoper dan uiteindelijk averechts kan bereiken. Nu ben ik bewust naar een winkeltje gegaan. Die had ik gezien bij Anna O'Brien. Heel grote plus-size vlogger. Zij is glitters, nog iets. En had ik dat gezien, dus ik had dat meteen opgeslagen. Ik denk, oh, het was heel erg leuk om te kijken, want zij is sowieso ook plus-size. En andere leuke dingetjes. Het is een gewoon huis, maar het is wel een winkeltje. Dus ik ga even kijken. We hebben dat t-shirt ook, wat ik net zag. Onwijs leuk. Kijk hoe grappig. Leuke jurk. Dat t-shirt, maar hier is het dus goedkoper. $68. Grappig om hier te zijn, waar zij ook veel doen. Nu ben ik gewoon in dezelfde winkel. Heel grappig. Veel plus size merken, kleding, ook gewoon kleding, dus echt heel leuk om te zien. Hoe leuk allemaal, lekker zeepjes en dingetjes. Goh. Heel leuk t-shirt, maar weet je wat ik zou doen? Ik zou dit gewoon afknippen.
en ergens anders opmaken. Ik vind het zo leuk, die dingetjes. Ik denk dat ik dat ook gewoon doe. Ik koop deze gewoon puur voor dit. Aangekomen bij een outlet, premium outlet, nog wat. Dus ik wil eigenlijk alleen maar outletwinkels in, waar korting is. Ja, het lijkt wel echt een beetje op outlet Roermond of zo, maar dan een heel groot. Oh my god. Dit is altijd een leuke winkel. Ik ga even een kijkje nemen. Nemen. Eindelijk een plushuiswinkel, Torrid. Nooit geweest, ga ik nu een kijkje nemen. Kijk of ze leuke dingen hebben. Ik ben benieuwd. Love dit t-shirtje. Jammer, toch helemaal niks te zien. Was wel nog eens extra 40% korting, maar zag niks leuks. De reis is niet compleet als je niet bij In & Out bent geweest. Dus dan gaan we even wat lekkers eten. Nou, dat was een heel kort bezoek. Want je krijgt geen veggie burger. Een broodje met kaas. Nou, mij niet bellen hoor. Dat hoeven we niet. Nou, maar goed dat In & Out niks werd, want we gaan nu naar een hopelijk heel leuk restaurantje. Dus teruggereden naar dat grappige dorpje. Nou, ze hebben dus niet veel vegetarisch. Ik wilde een burger, maar dat hebben ze dus niet. Maar goed, ik ga gewoon wel lekker hummus nemen. En liefst macaroni cheese, als ze die hebben, vegetarian. Ik hou dus normaal nooit van donuts. Maar ik zit een paar dagen voor dat ik ongesteld moet worden. Nu heb ik zin in alles wat vies is, dus ook donuts.